Hoi iedereen, leuk hier weer kijken naar Elder Games. Vandaag ga ik weer verder met Life is Strange. En we gaan nu naar onze kamer toe. Of tenminste, daar moeten we naartoe. Ik weet niet waar die precies is. Misschien is die hier ergens of zo. Ik heb geen idee. Dit is Victoria. Nou, ik denk niet dat die hier is, anders konden we daar wel langs. Wat is dit? Een sprinkler. You'd think with all the rain here in Oregon, you wouldn't need to water the lawn. Oh, dat is om water te doen. Okay, het is niet hier. Wie is dit? Speak. Howdy, Samuel. Well, hello there. Hoi. What's with these posters? You look busy. You look busy, Samuel. I'm always up to something. Today it's sweeping. Then painting windows. Wat praat hij eng? Over the posters for Rachel Amber. You can't color over that sunlight. Eens even kijken. You knew Rachel. You knew Rachel? Dat is het meisje die vermist is volgens mij. You just stare in awe. Now I have to go paint windows. Nice. What do you think happened to her? Best not to dwell on the past. Samuel looks forward. Like a clock. Oh, okay. Nou, see you later. See you later, Samuel. And watch your step around here, Max. After I sweep, I paint. Oké. Okay. Nou, we weten nog steeds niet wat er met dat meisje is gebeurd die vermist is. Dus even kijken. We gaan naar onze kamer toe. Maar ik weet niet. Ik denk dat we door die deur of zo moeten. Wie zit? Logan. Oké. Okay. Ik denk dat dit de deur is of zo om erin te gaan. Ik heb eigenlijk geen idee. Oh nee, toch niet. Maar hoe komen we er dan? Athletic Field Main Building. Ja, maar waar is dan onze kamer? Zo komen we er nooit. Lift mouse button. Oh! Nou, dan niet hoor, sorry. Maar waar moeten we dan heen? Want we konden niet door die deur. Moeten we met de ladder of zo? Wat had? Nee, dat denk ik niet. Wat raar. Eens even kijken. Nou, dan zullen we misschien toch hier langs moeten. Speak. Oh, look. It's Max Caulfield. The selfie hoe of Blackwell. Nou, praat eens normaal. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wave hipster bullshit. The Daguerrean process, sir. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Nou, wat een bitchje zeg. Doe eens normaal. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't nou, ready. Dan gaan we gewoon eroverheen. Oh, hold that pose. No. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Belachelijk. Now, why don't you go fuck your selfie? Wat een kutwijf, zeg. Zo. I'll get your bony ass out of my way. Ik heb het gewoon lekker hardop gezegd. Nou, we kunnen er niet langs. That's the first and last time I expect to hear that. Oké. Okay, hoe zullen we... Look. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Ja, precies. I could crank the sprinkler up and give Victoria and her clones incentive to beat it. Oh, ze... Oh. Kijk, nou, we hoeven niet naar hem te kijken. Ze wil dus iets van dat die sprayer of zo wil ze tegen haar aan gaan doen. Maar ik weet niet hoe we dat moeten gaan doen dan. Keep walking, kijken. Hippie. Nou, waarom noemen ze me nou een hippie? Belachelijk. Even kijken hoor. Wie is dit? Oh, kunnen we niet meer met haar praten? Oh! Oh jee. Oh, ze wil de verf op haar gaan gooien of zo. Heb ik dat goed? Ik heb geen idee of ik het goed heb. Hoe komen we daarbij? Moeten we iets van een stok hebben of zo? Dat we daarbij kunnen komen? Maar, where do we get it? Oh, misschien kunnen we die bal van hun krijgen. Of mag dat niet? Ik weet niet, ik mag niet tegen ze praten. Wie is dit? Mag ik ook niet tegen praten? Oh, we kunnen hier naar binnen. Nou, even kijken of hier iets ligt of zo. De waterpomp. This main sprinkler valve looks easy enough to use. Oh. I must have missed something. I should rewind. Oh, hebben we iets gemist? Oké. Okay. En nu. This main sprinkler valve looks easy enough to use.
Nou, dan kunnen we het toch gewoon doen als het makkelijk genoeg is om te gebruiken. Ik snap niet waarom we het dan niet kunnen doen. Of moeten we eerst weer daarheen of zo? Of wacht. Misschien moet dit wat verder terug dat hij nog niet op die trap staat. Oké. Gaan we het nu nog een keer proberen? Kijken of het nu kan. Oh ja, use. What the hell? Are you kidding? Nou, ze is helemaal nat hoor. Victoria, it's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? Jezus, wat een bitch. I can't even chill on the steps. Nou, ik zou echt chagrijnig worden als ik zo iemand in mijn klas had. So, no. You understand English? Get lost. Nou, laat me er gewoon langs. Wat doet ze nou allemaal moeilijk? No paparazzi allowed. Allowed. Ze is ook helemaal geen paparazzi waard. She looks like a pissed off wet cat. And she's still stylish. Oh jee. Oh, wat een gedoe en een drama. Ik snap niet waarom we het niet gewoon er langs mogen. Maar ja. Whatever. Nou, dan gaan we maar met haar praten. Mag dat ook niet? Nee. Nou, ik weet niet. Ik ga maar weer naar die kamer dan. Misschien dat we daar nog iets moeten doen. Maar ik heb geen idee. Nee. Kunnen we door deze deur? Ook niet. Nou, ik ga zo op bed nu. Ik weet het niet meer. Kijk, kunnen we daar nog iets doen? Nee. Nee. Misschien kunnen we naar die totempaal of zo. Of weet ik wel wat dat is. Oh nee, dat kan niet. Nou, dan niet. Dan moet ik terug. Wie is dit nou? Die zit hier echt heel, altijd heel eng te kijken. Maar ja. Nou, ik ga maar weer proberen om naar de main... Oh. Think, Max. Rewind and find something. Oh, sorry. Ik moet iets vinden om dat te doen of zo. Maar wat? That's the question. Question of today. Want wat kan ik vinden om dat verfdingetje om te gooien? Oh nee, hij gaat weer terug. Oh ja, we moeten natuurlijk doen dat ze net iets naar verder naar voren loopt. Oh, dat is misschien iets te ver. Kunnen we ook vooruit in de tijd? Of dat kan niet, zeker. Oké, nou dan moeten we het nog een keer doen, denk ik. Ik word blijkbaar te laat. Oh, nu zat hij ervoor ineens. There goes Samuel da Vinci to paint the window. Ja, hij loopt alleen een beetje vast volgens mij. Oh, oh, nou dan moeten we even rewinden. Oh, daar gaat hij. Oké. Okay. Nou, wij gaan er snel langs. Use. Space, skip, hupsakee. Oké. Daar gaan we hoor. We moeten naar dat ene punt gaan, naar dat stipje. Oh, wacht, nu kunnen we er langs. Oh. Oh, we moeten wel naar het stipje. Ik snap niet waarom we niet hier kunnen stoppen. Control. Oh. Nee, dat hoeft er nou ook weer niet. Belachelijk. Oké. Okay, nou, nog een keer dan maar. Use. Skip. Hupsakee. What the hell? Are you kidding? Nou, gaan we weer erheen. Kijk hoor. Temper, wat is dat? Samuel is way too close. Oh, dan moet hij wat naar achter. Tot hij wat verder weg is, dan kunnen we dat wel doen. Nou. Kijk, is dit is hij nu ver genoeg? Oké. Okay. Okay. Wat heeft ze nou gedaan? Okay, let's see if this works. Ze heeft er iets mee gedaan of zo. Als het goed is, gaat hij nu omvallen of zo, denk ik.
Oh ja hoor. Ah, ze is helemaal onder het verf. Nou, doe eens normaal. Niet zo boos hoor. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I drive. It worked. Don't mess with Max, bitches. Nee, precies. Nu kunnen we er nog langs ook. Hey, Victoria. What do you want, Max? Make fun of comfort. We kunnen ook haar belachelijk maken, maar ja, dat gaan we doen. Don't say a word, Max. Oh, wait. Hold that pose. Nee, dan gaan we een foto van haar maken, hoor. No filter needed before I post this. Oh, get wrecked. I've had a messed up day and I'm going to my room. You do that? I know where you live. So does Nathan. Lekker voor je. Maybe I shouldn't have done that. Now I have to get to my room, then see Warren. Nou, ja, we gaan maar gewoon naar binnen. Deze actie die heeft ook consequenties misschien, maar weet je, dat boeit me helemaal niks. Want ze doet zelf ook altijd zo tegen ons, dus ja. Sleet. Wat is dat? Look. Nou, we gaan even onze kamer maar zoeken. Welcome to Black Hell. Black Hell, doe ze maar. 219 is onze kamer. Nou, dan gaan we daar even naartoe. Oh, oi. Ja, dat is vervelend. Kijk hoor, 219. Oh, hier zo. Er staat niks op ons bordje. Nou ja, enter. Oké, okay, we moeten een... Nou, het is wel een klein huisje, maar het is wel leuk. Echt zo'n studentenhuisje in Amerika. Even kijken, we moeten een drive pakken. Maar ik weet niet waar die is. Looks like Dana left me a little post-it note. I borrowed your drive so I can watch some flicks while I study. If you need it back, just track me down in my room. Oké. Okay. Maar great. Wie is now dat dan? I have to go get the flash drive from Dana's room. Dana's room. Nou, dan gaan we naar Dana. Ik weet niet waar haar kamer is, maar het zal vast niet ver weg zijn. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rotten there. Oh jee, wat gebeurt daar nou weer allemaal? Welcome to the real drama queens of Blackwell. Juliet. Speak. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? Ik ben ook wel benieuwd naar. What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Oh. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? Ze had zomaar, vreemd met haar vriendje of zo. What's my last name? Juliet. Oh. Mason. Ik probeer maar wat. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Oh jee. Oh, nou, we kunnen terug in de tijd. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Want ja, waarom niet? Speak. Hey, Juliet. Oh yes, Max. I've locked... Space. Julia Watson, be nice. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. Yeah? I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. How do you know what... Nah, how do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? Yeah, actually. According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext, and Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Zoe. I swear I didn't do anything, but I bet Victoria did. Hmm. Okay, now we're alone, Max. Get a clue. Get a clue. Oké, okay, dus ik denk dat we weer naar buiten moeten, want... Oh, nou, dan niet. Get a clue, ja. Ja, 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 ja. Dit is haar kamer. En, ja, we moeten een clue krijgen, maar waar halen we een clue vandaan? Ik heb geen idee, wat is dit? Be alert on campus, bla bla bla. Wow.
glad I'm not the only lonely nerd around. Thanks for the warning. De Vortex Club. Oké, interessant. Kijken, nou, ik heb geen idee wat we nu moeten doen. Maar dat maakt ook niet uit, want dit was weer de aflevering voor vandaag. Dus jongens, doe weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan steeds en zie je mij de volgende keer weer. Bye!